Voor de eerste zaak van vandaag gaan we naar Dongen, waar een bandenvernieler het steeds op één specifieke auto heeft voorzien. Al 6 keer had iemand het voorzien op een auto die hier aan het Hof in Dongen geparkeerd stond. En of het ook steeds dezelfde dader is geweest, dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Maar opvallend is het op zijn minst. Vandaag vragen we uw hulp bij het vinden van de dader. Het slachtoffer heeft inmiddels een camera in de buurt opgehangen. En dat maakt de kans dat we de dader kunnen pakken natuurlijk alleen maar groter. We hebben beelden van 2 incidenten. Dit zijn beelden van januari 2022. We weten het, dat is lang geleden. Maar dat maakt voor de herkenning van de dader niks uit. Kijk daarom goed. Eerst een auto, een man stapt uit, bedenkt zich en rijdt toch weer verder. En daar is hij weer. Deze keer rijdt hij de andere kant uit en uit beeld. Om vervolgens lopend weer terug te komen. Het is duidelijk, hij heeft het voorzien op de geparkeerde auto. Met een boormachine gaat hij aan de slag. Band voor band gaat eraan. Met gaten in de zijkanten zijn de banden niet meer te repareren. De man lijkt dus goed te weten wat hij doet. En weg is hij weer. Dit was dus een incident van een tijd geleden. Deze is een stuk recenter, van zondag 18 december 2022. Deze keer geen auto in beeld, alleen deze man. Is dit dezelfde persoon als op de andere beelden? Wat zeker hetzelfde is, is zijn werkwijze. Weer gaat hij met een boormachine alle banden te lijf. Stuk voor stuk boort hij gaten in de zijkanten en vernielt de banden zo onherstelbaar. U weet wat u moet doen als u een vermoeden heeft wie dit zou kunnen zijn. We willen ook graag meer weten over een mogelijk motief. Waarom steeds 6 keer dezelfde auto vernielen? Weet u meer? Laat het ons weten. En dan is er de auto waar de dader van het eerste incident in reed. Met een klein type auto kwam hij toen aanrijden. Het zou een auto kunnen zijn zoals op deze foto's. Zegt dit u iets? Misschien in combinatie met de man op de bewakingsbeelden. Deel uw vermoedens met ons. We willen graag de vernielingen stoppen en degene die ervoor verantwoordelijk is, oppakken. Dat kan alleen met uw hulp. Die is echt belangrijk. En daarom zijn ook de kleinste tips de moeite waard om door te geven. Kijk nog eens naar de bewakingsbeelden. Deze man weet precies hoe hij autobanden onherstelbaar kan vernielen. U ziet het hier. Met een boormachine boort hij gaten in de zijkanten van de banden. En dit gebeurt niet 1 keer, maar liefst 6 keer in 1 jaar tijd. Het slachtoffer wordt er ondertussen moedeloos van. Help mee de dader of daders te vinden. Kijk ook naar de auto waar hij hierin rijdt. Mogelijk dat dit u iets zegt. Geef uw informatie door via de opsporingstiplijn op 0800 60 70. Zonder uw naam te zeggen toch iets doorgeven, dat kan ook. Bel dan met meldmisdaad anoniem op 0800 7000. Bedankt voor het meedenken. Zo zorg ook jij ervoor dat we elk jaar bijna de helft van alle zaken in Bureau Brabant oplossen. Nou, check ook deze of deze.